Hallo, ik ben Eline van Pure Yoga. Welkom in deze Vinyasa-les. We gaan meteen van start. Je mag in kleermakerszet gaan zitten en een comfortabele houding zoeken. Dus als je wil, kan je een dekentje of een kussentje onder je zitvlak plaatsen. En dan mag je je ogen sluiten. Dan breng je je aandacht naar je ademhaling. En zonder je ademhaling te proberen veranderen, kijk eens hoe jij ademt. Is je ademhaling diep of oppervlakkig? Rustig of gejaagd. Kort of lang. Gewoon observeren. Ontspan ook de spieren in je gezicht. Laat je schouders zakken naar beneden. En bij iedere inademhaling maak je rug langer en rechter. Voel je zitbeentjes in de mat. En dan neem je heel diepe inademhaling langs je neus. En blaas alles uit langs je mond. Nog eens heel diep in langs de neus. En alles uit langs de mond. En dan open je terug je ogen, maak grote cirkels met je bovenlichaam. Doe deze beweging heel bewust. Voel waar je spanning vasthoudt in je lichaam. En dan verander je van richting. Dan kom je terug mooi rechtop zitten. Maak een grote cirkel met het hoofd.
Als je ergens pijn of spanning voelt, kan je daar ook even blijven stilstaan. Je schouders zijn mooi ontspannen naar beneden. En draai ook in de andere richting. Breng je hoofd terug recht. Plaats je rechterhand naast je in de mat. Adem in, je linkerarm omhoog. En adem uit, buig naar rechts. Dus leun mooi naar achter met je gewicht. Om je hele linkerkant van je lichaam te openen. En adem diep naar je linkerlong. Op je inademhaling kom je omhoog en adem uit naar links. Voel die opening in de rechterkant van je lichaam. Adem diep in en uit door je neus. Inademen omhoog. Uitademen naar rechts. Laatste keer in en uit. Adem in, je beide armen omhoog, maak je lang. En adem uit, buig helemaal naar voren. Duw jezelf terug recht. Verander de kruising van je benen. Adem in, je armen omhoog. En adem uit, buig naar voren. Wandel je handen terug naar binnen. Kom helemaal recht. En dan kom je op handen en knieën zitten. Dus je plaatst je handen mooi op één lijn met je schouders. Je knieën op één lijn met je heupen. Cat cow op de inademhaling. Kijk omhoog, maak een holle rug. En op de uitademhaling maak een bolle rug. Kijk naar je navel. En duw met je handen de mat van je weg. Inademen omhoog. En uitademen naar beneden. Beweeg op je eigen ritme, mee met je ademhaling.
Laatste keer. Oké, van hieruit krul je tenen in de mat. Duw je bekken omhoog en naar achter en kom in downward facing dog. Steek wat beweging in de houding. Je kan je voeten op en neer peddelen in de mat. Je kan je heupen bewegen van links naar rechts. Doe wat goed voelt voor jouw lichaam. En dan op je volgende uitademhaling kijk je naar je handen en stap je helemaal naar het begin van je mat. Adem in, kom half omhoog, maak een rechte rug. En adem uit naar beneden. Adem in, cirkel je armen omhoog, kom helemaal recht. En adem uit, breng je handen voor je hart. En ontspan. Oké, inademen, maak je lang. En uitademen, buig naar beneden. Inademen, half omhoog, maak een rechte rug. Adem uit, plaats je handen in de mat, stap naar achter, plankhouding. Voor de eerste keer breng je knieën in de mat. Op de uitademhaling, buig je armen, beweeg je borst naar voren en naar beneden. Duw je voeten stevig in de mat. Cobra houding. Rol je schouders naar achter. Lift je borst. Trek je ellebogen richting je hielen. Op de uitademhaling krul je tenen in de mat. Downward facing dog. Zorg voor een lichte buiging in de knieën. En kijk eens of je bekken nog wat meer omhoog en naar achter kan duwen. Ontspan je hoofd. En op de volgende uitademhaling kijk je naar je handen en stap opnieuw helemaal naar het begin van je mat. Adem in, kom half omhoog, maak een rechte rug. En adem uit naar beneden. Adem in, cirkel je armen omhoog, kom helemaal recht. En adem uit, handen voor je hart. En ontspan. Opnieuw. Inademen, maak je lang. En uitademen naar beneden. Inademen, half omhoog, rechte rug. Uitademen, handen in de mat, stap naar achter, plank. Dus luister naar je lichaam. Je kan op elk moment je knieën in de mat brengen. Probeer je schouders mooi op één lijn te houden met je polsen. En duw met je handen de mat van je weg. Op de uitademhaling, heel traagjes, kom je naar beneden. Adem in, cobra. En adem uit, downward facing dog. Diep in en uit door de neus. Op de uitademhaling, kijk naar je handen, stap naar het begin van de mat. Adem in, half omhoog, rechte rug. En adem uit naar beneden. Adem in, kom helemaal recht, cirkel je armen omhoog. En adem uit, handen voor je hart. En ontspan. Laatste keer inademen.
En uit, buig naar beneden. Inademen, half omhoog. Uitademen, jouw variatie van plank. Stap naar achter. Goed, sterke buik. Sterke schouders. En op je uitademhaling kom helemaal naar beneden. Cobra adem in. En adem uit. Downward facing dog. Op de uitademhaling, kijk naar je handen, stap naar voren. Adem in, half omhoog, recht terug. En adem uit naar beneden. Adem in, cirkel je armen omhoog, kom helemaal recht. En adem uit, handen voor je hart. En ontspan. Oké, we komen in de berghouding staan. Dus als het lukt voor jou, plaats je je voeten samen. Anders breng je ze op heupbreedte. Rol je duimen naar buiten, sluit je ogen en activeer zachtjes je spieren. Observeer opnieuw je ademhaling. Voel eens hoe stabiel of onstabiel je op de mat staat vandaag. Zonder een oordeel te hebben over jezelf. Gewoon observeren. Neem een heel diepe inademhaling langs je neus. En blaas alles uit langs je mond. Open terug je ogen. Ontspan je armen naar beneden. En stap met je rechtervoet een hele grote stap naar achter. Breng je handen in de mat. En breng je knieën in de mat. Op je inademhaling breng je armen omhoog. Adem uit, laat je heupen zakken naar beneden. Trek je buik mooi naar binnen. Adem in. En adem uit. Twist je lichaam naar links, open je armen. Heel goed, inademen omhoog. Uitademen naar links. En naar rechts. Inademen je armen omhoog en uitademen naar links. Adem in je armen omhoog en adem uit. Breng je handen in de mat. Probeer je voorste been te strekken. Eventueel wiebel je hiel ietsje naar voren. Trek je buik naar binnen, maak een rechte rug. Adem in. En adem uit, buig over je gestrekte been. En dan buig je opnieuw je been, plaats je handen onder je schouders. Stap helemaal naar achter, plank. Adem uit naar beneden. Cobra adem in. En adem uit. Downward facing dog.
Op de uitademhaling, kijk naar je handen, stap met je beide voeten naar voren. Adem in, half omhoog, rechterrug. En adem uit naar beneden. Adem in, kom helemaal recht, maak je lang. En adem uit, handen voor je hart. En ontspan. Stap nu met je linkervoet, een grote stap naar achter. Breng je handen en je knie in de mat. Adem in, je armen omhoog. En adem uit, laat je heupen zakken naar beneden. Adem diep in. En adem uit, twist naar rechts, open je armen. Inademen omhoog. En uitademen naar links. Inademen. En uit naar rechts. Adem in, armen omhoog. En adem uit naar links. Breng je armen omhoog, adem in. En adem uit, handen in de mat. Adem in, strek je voorste been. Wiebel misschien je hiel naar voren. Maak een rechte rug. En op je uitademhaling buig naar beneden over je been. Dus je been hoeft helemaal niet gestrekt te zijn. Doe wat dat je kan. Luister naar je lichaam. Buig opnieuw je voorste been. Handen onder de schouders. Stap naar achter, plank. Op de uitademhaling. Traagjes, kom naar beneden. Cobra, adem in, rol je schouders naar achter. En adem uit, downward facing dog. Adem in, strek je rechterbeen omhoog en naar achter. Op de uitademhaling breng je knie naar je borst toe en plaats je voet tussen je handen. Je achterste voet komt helemaal plat in de mat. Breng je armen omhoog, warrior 1. En richt je heupen helemaal naar het begin van de mat. Maak je zo lang als je kan en buig diep door je voorste been. Heel goed. Op de uitademhaling open je armen. Warrior 2. Je draait je lichaam naar de zijkant van je mat. En kijk naar de vingers van je rechterhand. Op je inademhaling breng je rechterarm omhoog. Buig naar achter. Reverse warrior. En dan kom je terug, warrior 2. Strek je voorste been. We komen in triangle houding. Dus je beweegt met je rechterarm naar voren totdat je niet meer kan. Laat je hand zakken tot op je been. En strek je linkerarm omhoog. Creëer zoveel mogelijk lengte in deze houding. Maak je zo lang en smal als je kan. Laat nu je linkerarm helemaal naar voren komen tot over je hoofd. Voel die rekking aan de linkerzijde van je lichaam. Tot op je inademhaling kom je terug helemaal recht, warrior 2, buig je knie. Cirkel je handen naar beneden. Op de mat en stap naar achter, plank. Adem uit naar beneden. Cobra, adem in. En adem uit, downward facing dog.
3 diepe in- en uitademhalingen langs de neus. Op je volgende inademhaling strek je linkerbeen omhoog en naar achter. Adem uit, breng je knie naar je borst toe, beweeg je gewicht naar voren. Plaats je voet tussen je handen en je achterste voet plat in de mat. Adem in, je armen omhoog, warrior 1. En zak diep naar beneden. Op de uitademhaling open je lichaam naar rechts, warrior 2. Kijk naar de vingers van je linkerhand. Sterke armen, sterke buik. Duw je voeten stevig in de mat. Adem in, linkerarm omhoog, reverse warrior. En adem uit, warrior 2. Strek je voorste been, triangle houding. Beweeg naar voren. Laat je hand zakken op je been. Strek je rechterarm omhoog. Diep in en uit door de neus. Laat je arm helemaal over je hoofd. Naar voren komen. Voel de opening die je creëert in de rechterkant van je lichaam. En dan adem je in, kom terug. Warrior 2, buig je knie. Cirkel je handen helemaal naar beneden. Stap naar achter. Plank. Adem uit naar beneden. En cobra, adem in. Adem uit. Downward facing dog. Van hieruit laat je knieën zakken richting de mat, maar laat ze zweven boven de mat. Blijf ademen. Nog 3, 2 en 1. Duw terug naar achter, downward facing dog. Nog een keer, knieën zakken naar beneden. Sterke buik, blijf ademen. Nog 3, 2 en 1. Duw terug je bekken omhoog en naar achter. Laatste keer, knieën naar beneden. Ongeveer 10 centimeter boven je mat. Blijf ademen. Nog 3, 2 en 1. Heel goed. Duw je bekken omhoog en naar achter. Breng nu je knieën helemaal naar beneden in de mat. Buig je armen om helemaal op je buik te komen liggen. Oké. Voor de volgende oefening. Verstrengel je handen boven je zitvlak. Duw je voeten in de mat.
En op je inademhaling lift je borst. Probeer je armen te strekken. Blijf ademen. Span al je spieren op. Nog 3. 2. En 1. Ontspan naar beneden. Plaats je handen op elkaar. Je voorhoofd op je handen. We nemen een heel diepe zucht. Dus diep in langs de neus. En alles uit langs de mond. Oké, opnieuw verstrengen je handen boven je zitvlak. We gaan deze keer ook de benen opheffen. Dus op je volgende inademhaling lift je borst, lift je benen zo hoog als je kan. Blijf ademen. Kan je nog wat hoger? Heel goed, nog 3. 2. En 1. Ontspan. Handen op elkaar. Voorhoofd op de handen. Buig even je knieën, beweeg je voeten van links naar rechts. We gaan het lichaam nu tot rust laten komen. Leg je benen terug plat in de mat, handen onder de schouders. Duw jezelf terug op handen en knieën. Kruis je enkels over elkaar, rol helemaal naar achter over je voeten en strek je benen naar voren. Schud ze goed los. Adem in, je armen omhoog. En adem uit, buig helemaal naar voren. Je hoeft in deze houding geen enkele spier te gebruiken. Je kan zelfs je voeten laten openvallen. Ontspan je buik. Ontspan je nek. Je handen kan je laten rusten op je benen of op de mat. En sluit hier ook even je ogen. Breng je aandacht helemaal terug naar je ademhaling. En geef jezelf helemaal over aan de zwaartekracht. We nemen nog een heel diepe in- en uitademhaling. Dus in langs de neus. En adem uit langs de mond. En dan zachtjes. Kom terug helemaal recht. Oké. Je linkerknie. Buig je,
Plaats je voet aan de binnenkant van je benen. Laat je heup openvallen. Als je knie niet op de grond komt, kan je altijd een kussen plaatsen onder je been. Adem in, je armen omhoog. En adem uit, buig naar voren. Dus probeer hier je rechterbeen mooi actief te houden. Je flext je voet, dus je trekt je tenen naar je toe. Trek hier ook je buik naar binnen. Diep in en uit door de neus. Wandel je handen terug naar binnen. Breng je knie omhoog en strek je been naar voren. Zet kegel los. En dan doen we de andere kant. Buig je rechterbeen, laat je heup openvallen. Adem in, je armen omhoog. En adem uit, buig naar voren. Je linkerbeen is mooi actief. Flex je voet, trek je tenen naar je toe. En je rechterknie duw weer richting de mat. Adem diep in en uit langs je neus. Wandel jezelf terug recht. Goed, breng je been omhoog. Strek het naar voren. Zet je kegel los. Dan mag je helemaal gaan liggen op je rug. Breng je knieën naar je borst toe. En maak grote cirkels met je knieën. Beweeg in beide richtingen. Van hieruit komen happy baby houding. Dus je laat je knieën openvallen naast je lichaam. En je kijkt waar je jezelf kan vastnemen. Misschien zijn het je voetzolen. Misschien is het je kuit. Of je dijbeen. Dus probeer hier je voetzolen evenwijdig te maken met het plafond. Ontspan je hoofd in de mat. En als het goed voelt, kan je ook gaan wiegen van links naar rechts. Doe wat dat goed voelt voor jouw lichaam. Laat terug je benen los, breng je knieën samen boven je borst.
Open je armen zijwaarts. Kom in een spinal twist. Laat je knieën helemaal vallen naar de linkerzijde. Probeer je rechterschouder in de mat te houden. En ontspan, laat helemaal los. Je kan hier ook je ogen sluiten. Tot de volgende inademhaling breng je knieën omhoog en adem uit naar de rechterkant. Linkerschouder blijft zo goed als je kan in de mat. En ontspan. Laat los. Op je volgende inademhaling breng je knieën terug omhoog en adem uit. Leg ze helemaal plat in de mat en maak jezelf klaar voor de laatste rusthouding, Shavasana. Laat je benen en je armen wijd openvallen. Sluit je ogen. Laat je lichaam helemaal zakken in de mat. En geef jezelf de toestemming om helemaal te gaan ontspannen. Dus we zijn op het einde gekomen van deze les. Als je nog tijd hebt, kan je nog langer in deze houding blijven liggen. Ik wil jullie alvast bedanken om deel te nemen.